Momenteel zijn er in Huize Kluivert 6 nieuwe logees. Allemaal honden die Rosanna gered heeft, maar waar wel nieuwe baasjes voor gezocht moeten worden. Soms misbruik ik Patrick een beetje om hem op de foto te krijgen, want dan krijg je meer aandacht. Door de vele reddingsacties en het dagelijks in touw zijn voor haar missie, krijgt Rosanna helaas een terugval. Ik had het niet echt verwacht, maar het is toch gekomen, de terugval. Gelukkig krijgt Rosanna veel hulp. Het center krijgt steeds meer vorm door het werk van alle vrijwilligers. En een aantal eilandbewoners heeft zelfs een event opgezet om geld op te halen voor het Kluivert Dog Rescue Center. Ik vind het zo geweldig dat een aantal eilandbewoners dat event hebben opgezet. En ik hoop dat we zoveel geld ophalen. Dat zij mij meehelpen in deze droom, dat is al geweldig. Nino en Erika willen heel graag een steentje bijdragen en helpen met flyeren voor het event. Heb je bij je dat al? Ja, ik heb jullie hulp nodig. Oh, fijn dat je er bent. Hoe is het? Oh ja, mooi. Ja. Top! Lopen. Waar ga je daarheen. Hup, ze komen eraan. Hup, oh ja, lopen. Ze komen eraan. Lopen, hollen. We mikken op een vol vliegtuig Nederlandse toeristen, want Nederland is heel veel media-aandacht geweest. Ze zullen vast wel weten dat het er gaat komen. En ik denk dat hij het zeker wel leuk vindt om even langs te komen. Maar goed, hoe gaan we nu naar mensen toe lopen? Op goed geluk. Ik voel dat ik een soort optreden aan het geven ben en ik word heel nerveus iedereen naar me zit te kijken. Maar goed, alles voor het goede doel. Goedemiddag, welkom op Curaçao. Mogen wij je een flyer geven? Oh, ik sting jullie al. Oh, lief. Mogen wij je een flyer geven? Altijd. We hebben morgen een evenement op Mambo Beach, dus mocht u tijd hebben, lijkt het ons heel leuk als u langs wil komen. Het is voor het Kluivert Dog Rescue Center voor de zwerfhonden op Curaçao. Dank u wel. Fijn tot ziens. Fijn te blijven. Tot morgen. Goedemiddag, welkom op Curaçao. Mag ik je een flyer geven? Morgen op Mambo Beach is er een heel leuk evenement. Dat weten jullie ook. Komen jullie ook? Hartstikke fijn. Ik denk dat ik morgen wel even kom. Oh, hartstikke zit je morgen. Dit vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja, maar het is ook leuk. En als je het voor elkaar krijgt, is het helemaal leuk, hè? Voor het Kluivert Dog Rescue Center, voor de zwerfhonden, morgen een evenement. Dus als jullie tijd hebben, heel leuk als jullie komen. Ik vind het flyeren super leuk om te doen. Het enige is wel dat ik het lastig vind om op mensen af te stappen. Hi, welkom op Curaçao. Maar ja, weet je, dit is voor een goed doel. Het zweet brengt me uit. Nou, zo voelt dat dus, om iets aan de man te brengen. Ja. Ondertussen zijn Rosanna en Patrick samen met grondbeheerder Mirjam naar een buurt gegaan waar veel ongesteriliseerde honden loslopen met bijbehorende puppy's. Ze kunnen nog niks opvangen, maar willen wel kijken of ze toch wat kunnen doen. Hallo. Wat daar die? Het grote probleem op dit moment is echt dus in de tuinen. Dus mensen die honden hebben die aan zijn komen lopen, waar ze wel voor zorgen op zich, maar niet gesteriliseerd worden. Dus veel pups krijgen. En dat is echt een probleem, want dan heb je het meteen over veel honden. Dus... Kijk, jij komt kijk, er. Kom zijn, hi! Hallo! We hebben eten bij ons. Hoeveel vrouwtjes zijn er nu? Ja, van die kleintjes weet ik niet precies. Nee, maar van de maar de twee. De moeder van die kleintjes. Oké, bom. We hadden 20. 20? Wauw, 20. Er waren 20 puppies. Maar hoe moet je eten geven? Zoveel honden die daar rondliepen, dan zie je pas echt hoe snel ze zich vermenigvuldigen. Zal ik eens even wat eten voor jullie halen? Schat, ouwe pup van me. Patrick besluit zijn zoon Shane te bellen om te laten zien wat ze aan het doen zijn. Dag Shane. Papa. Hoe is het, schat? Kijk hier, kijk. Zie je dat? Zie je al die honden? Ik vind het heel erg dat Shane er niet bij is, want hij is natuurlijk part of the mission. En jammer dat hij er niet bij is, want hij moet nog helaas naar school. Maar zo betrek ik hem wel als we hem even facetimen en hem de situatie ook laten zien. Gaan die allemaal naar de Kluivert Dog Rescue Center? Nou, het belangrijkste is dat sowieso de moeder gaat. Die moet gesteriliseerd worden. En als het kan, ook de puppy's natuurlijk. Hey Shane, hoe gaat het? Laat hem de puppy's zien. Ja, heb ik al gezien. Kijk, we eens eten. Ah, oké. Ik hou van jou. Ik hou van jou en ik zie je op mijn verjaardag. Ja, zeker weten. Doei. Doei. En vandaag is het zover. Het event op Mambo Beach gaat van starten. Vele vrijwilligers hebben alles uit de kast gehaald. Door het opzetten van vele kraampjes, spelactiviteiten en muziekoptredens. Om zoveel mogelijk publiek te trekken dat hopelijk een hele hoop gaat doneren. Het doet gewoon ongelooflijk veel met mij. Dat die vrijwilligers zich zo onbegrensd inzetten. Dat, ja,
Dat is iets fantastisch. En daar word ik echt oprecht heel gelukkig van. Ik vind het onwijs mooi om te zien dat de eilandbewoners dit hebben opgezet. En voor de honden dit hebben georganiseerd. Doe je dat allemaal voor de hondjes? Wauw. We zijn hier tijdelijk op Curaçao. We wonen niet tijdelijk. Ja. En heb ik alle kleingeld gespaard. Oh, alsjeblieft. Super. Alle winkeliers doen hier mee. En een deel van de opbrengst van de verkoop vandaag gaat naar de private dog rescue. Super. Nee. Dan moeten we allemaal bedanken, Pet. En ik heb nog een hele leuke verrassing voor je. En die komt zo daar op het scherm. Kom mee. Een verrassing. Ik moet kijken. Oh, dat vind ik echt fantastisch. In 3D. Ja. En dan zie ik me aan het vliegtuig zitten, dat ik dat bot zie en dat ik die hondjes en dat er gewonde honden aan het zwemmen zijn. En dan denk ik, wow. Tegelijkertijd denk ik ook van, wow, nu moet ik wel heel veel geld ophalen. Echt gaaf gemaakt. Ja, dat is echt gaaf. Om dat allemaal te realiseren moet er geld opgehaald worden. Ook door de familie Kluivert zelf. Ik heb een opdracht voor jullie en dat is dat jullie het strand op gaan. Met collectebussen om nog zoveel mogelijk geld op te halen voor het Kluivert Dog Rescue Center. Oh, dat kan jij wel. Oh. Wie doet mee? Ah, ja, ja, en op een gegeven moment krijg je een collectebus in je hand. En ik ben heel competitief. Ik wil echt het meeste geld ophalen. Dus daar ging ik ook voor. De strijd barst los en iedereen stort zich er vol overgave in. Vooral Erika. Ja, indrukken? Ja. Welkom, welkom. Wij komen hier het strand op van het Kluivert Dog Rescue Center. Ja, ik kom niet meer bij, want Erika die gaat volledig los, die gaat er volledig voor. Dus ja, mijn dag is gemaakt. Ja, dames en heren, hebben jullie misschien wat over voor het Kluivert Dog Rescue Center? Ja, fotootje, kom maar. Ja, fantastisch. Hartstikke bedankt, hè. Lief. Oh, fijn. Dankjewel, hè. Dank jullie wel, hè. Jij ook bedankt, hè. Hé, moet je wel er ook bij, hoor. Als jullie willen doneren, zou fantastisch zijn. Wat een feest, hè, jongens. Yeah. Ja, fantastisch. Hartstikke bedankt, hè. Wat gaan we doen. Dankjewel. Maak een foto voor jou. Ja, tuurlijk. Bij Patrick stroomt het geld binnen. Barcelona! Gewoon door Patrick Kluivert te zijn. Op een gegeven moment wou iedereen op de foto, dus dat was voor mij eigenlijk een intikkertje. Op de foto is Kesje. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Ja, dan gaat er weer een op de foto. Zo is het nou eenmaal. Ja, je kan er niks aan doen, dus daar moet je ook gebruik van maken. Rosanna collecteert ondertussen ook. Zonder dat ze het door heeft. Hi, hoi, Ros, hoi! Middenmeld. Een donatie is namens ons hele team van Middenmeld. Oh, dat vind ik zo lief. Ik geef hem aan jou. Ja. En dan ga jij ook nog geven. Dank je wel. Ik moest eigenlijk nu eventjes rusten, maar ik wil niet. Ik krijg zoveel energie van dit. Dit maakt mij echt weer goed. Dit doet heel veel. Dank je wel. Dank je wel. Goed. Op het strand gaat het collecteren ook nog steeds heel goed. Klinkende muntjes, van klein naar groot, knisperende papiertjes, op een pinapparaat, ook dat kan. Ook dat, oh. Oh. Zo, ik ben er klaar mee. Ik ben heel blij, heel trots ook, dat iedereen komt naar ons toe, weet je, wil ons helpen. Het is echt leuk. Uiteindelijk heb ik natuurlijk het meeste geld opgehaald. As usual. Hey, schatje, heb je wat opgehaald? Kijk eens, een cadeautje voor je. Fantastisch, toch? Iedereen wil helpen, iedereen is lief, iedereen komt langs. We krijgen potten met geld aangeboden. Gelukkig hebben we 5000 Antilliaanse guldens opgehaald. Nou, in 2 uur tijd. Nou, dat is een mooi bedrag. 5000 gulden, hè? Dat is iets van 2.500 euro. Elke euro telt.